Er begint goed wat betonrot in die GroenLinks Partij van de Arbeid samenwerking te komen. Ja, hebben jullie hem gezien bij WNL? Die Rob Oudkerk, ja, die doet goed voorwerk. Die is lekker bezig en daar moet hij vooral mee doorgaan. Want hij wil dus dat het gaat stoppen. Die samenwerking tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Hij ziet dat helemaal niet zitten. Hij zegt, wij zijn helemaal niet zo'n partij. Die Partij van de Arbeid. Wij hebben niks te maken met die gasten van GroenLinks. Met hun wokgeleuter. Met al die klimaatkneuzen. Met al dat pro-Palestina activisme. En noem het allemaal maar op. Hij zegt, daar hebben wij niks mee. Zo zitten wij als Partij van de Arbeid niet in elkaar. Dus we moeten daar mee opbouwen. Haha, ja. En toen dacht ik, nou zeg, dat is gewoon een cadeautje van links. Want stel je voor, die gaan weer uit elkaar. Dan worden het gelijk weer twee kleine, zeg maar, splinterpartijtjes, ja. Want daarvoor was het, de ene had 8 zeteltjes en de andere 9 zetels, weet je wel. En die spelen dan verder eigenlijk geen rol van betekenis. Dan zijn we in één keer af van de groengoeroe. Hoe vind je die? Ja, weg. Want die zien we nooit meer terug. En bij die andere, bij die GroenLinks-beweging, Knulletje Klaver. Komt ook gelijk op een zijspoor. Ja, het is ook totaal niet meer belangrijk. Ja, en die twee partijtjes, ja, daar zijn we dan mee klaar. En die kunnen de komende 30 jaar, 40 jaar, gewoon keurig in de oppositie. Tadaa!